Dit is een verhaal over een wereld die verslaafd is aan spullen. We willen alles en steeds meer hebben. Het is een verhaal van een systeem dat op instorten staat. We slopen de planeet, we vergiftigen elkaar en we zijn zelfs niet meer gelukkig. Het goede is dat als we het systeem begrijpen, we de fouten vinden en al deze problemen kunnen omzetten naar oplossingen. Ontwerpen voor de stort betekent spullen ontwerpen om snel weg te gooien. Huidige elektronische apparaten zijn moeilijk te verbeteren, gaan makkelijk stuk en zijn moeilijk om te repareren. Mijn dvd-speler was stuk en ik ging ermee naar de winkel om het te laten maken. De verkoper wou 50 euro enkel maar om te kijken wat er mis mee was. En een nieuwe kost maar 39 euro. Elektronica start zoals vele dingen, in mijnen en fabrieken. De plaatsen waar het materiaal voor onze elektronische producten vandaan komt, worden helemaal weggekapt en leeggegraven. Door het kappen en graven geraakt de bodem verontreinigd en omdat er geen bomen meer zijn, verliest de grond zijn vruchtbaarheid en verwoestijnt die. Omdat men steeds dieper en dieper moet graven, heeft men steeds duurdere en betere machines nodig. Deze extra kosten worden doorgerekend aan de fabrikanten, die dan weer hun prijzen verhogen voor producten die wij, de consumenten, kopen. Omdat zware metalen een eindige grondstof zijn, wordt ze ook steeds schaarser en daarom nog duurder. De grondstoffen worden vaak gegraven in ontwikkelingslanden waar zo goed als geen sociale controle is. Arbeiders worden uitgebuit en krijgen een erg klein loon. Hierdoor ontstaat nog meer armoede in deze gebieden. De duurdere machines verbruiken ook meer energie, die dan ook meer slechte stoffen in de lucht brengen. En dit is maar één voorbeeld, want onze producten zijn gemaakt van duizenden verschillende materialen die van over heel de wereld verscheept worden naar de fabriek. In de fabriek maken de werknemers van die mineralen onze producten, maar daarvoor gebruiken ze zeer veel giftige stoffen, zoals PVC, kwik, vlamvertragers en meer. Dus na zijn giftige trip rond de aarde komt het in mijn handen terecht. Ik hou er een jaar of zo van en daarna geraakt het verder en verder van mijn bureau. Meestal na een tijd komt het wel op de garage of in de zolder terecht, waar het de lange tijd blijft liggen. En als ik het dan opruim, komt het meestal in de vuilbak terecht. En dat brengt ons tot het afvalverwerking, waarvan wij denken dat het einde van het leven is van de apparaten. Maar eigenlijk leeft het gewoon voort op de bergen van het elektronische afval die we elk jaar doen groeien. Herinner je je hoe al die apparaten werden gefabriceerd met giftige stoffen? Wel, er geldt een simpele regel bij de productie. Giftige stoffen erin, giftige stoffen eruit. Dus mijn apparaten gaan van mijn garage naar de stortplaats of ze worden verscheept naar een persoon in Afrika of China wiens job is om al die apparaten te recycleren. Deze locaties werden al vaak op tv getoond. Deze mensen werken zonder beschermende kledij ergens op de grond. Ze slaan dan gewoon met een hamer de apparaten kapot, halen de waardevolle metalen eruit en verbranden de rest ervan. Dus als ik aan mijn nieuwe gadget begin, is mijn weggegooide gadget bezig met het vergiftigen van mensen in India, China of Nigeria. Elk jaar produceren we 25 miljoen ton aan elektronisch afval, dat dan op de stortplaats belandt, verbrand wordt of op een totaal niet-ecologische manier wordt gerecycleerd. Als we ons elektronisch afval naar recyclers brengen, moeten we zeker zijn dat ze niet geëxporteerd worden naar ontwikkelingslanden. En als we iets nieuws willen kopen, kunnen we beter gaan voor groene producten. Er zijn wel miljarden mensen die graag in verbinding zouden willen staan met het internet dat van alles te bieden heeft. Maar de toegang die we willen is niet de giftige rommel. Dus we moeten het ontwerp voor de stort in de prullenbak gooien waar het hoort. En in plaats daarvan moeten we een elektronica-industrie maken waar de maatschappij gericht is naar het ontwerp dat lang meegaat. Dus, waar streven we nu eigenlijk naar? We moeten proberen om geen grondstoffen meer uit de natuur te halen en om geen elektronisch afval meer te creëren. We kunnen dit oplossen door al ons elektronisch afval te laten recycleren in een recyclagecentrum, dat met veiligheidsmaatregelen al ons afgedankte apparaten omzet naar bruikbare materiaal om nieuwe apparaten mee te produceren. Als iedereen hier goed aan meewerkt, kan de industrie op een goedkopere en ecologische manier grondstoffen winnen die normaal veel duurder zijn. Na een tijd zal het leven dan ook veel goedkoper worden. Wat wij als school nu gaan doen is als volgt. Jullie hebben zeker al de dozen onder de trappen gezien. Nu, we willen dat u eens op zolder en in de garage gaat graven en zoekt naar oude, afgedankte apparaten die je niet meer gebruikt. Breng ze mee naar school en steek ze in de doos die op het leerlingensecretariaat staat. Wat je mag meenemen zijn toner cartridges, kapotte adapters, gsm's, smartphones, cd's, dvd's, computers die wel uiteengehaald moeten worden, koeling, fotocamera's, hubs, hoofdtelefoons, eigenlijk gewoon alles waar een chip in zit.
Laten we dit samen doen.